Nu? Ja. De luitenant gaat over de instelling die bepaalde mensen, jonge mensen en ook andere mensen hebben ten aanzien van iemand die zij dus uitermate bewonderen. Een luitenant is geen leider, een luitenant is een eerste man van de leider in de maatschappij. In de kortfilm De Luitenant is dat gereduceerd tot een heel klein geval van een jonge knaap die met bewondering voor een iets oudere knaap die volgens hem dus de grote held speelt. En dat is in feite een miniatuur van wat zich in de grote maatschappij voordoet. Met alle gevolgen van dien soms. Hè. Men weet waar dat zit in dat kan zowel in een vakbond zitten als in een fascistische organisatie. Dat men daar mensen heeft, in de politiek uiteraard. Vandaar ook dat die flesjes die erin komen in de Luitenant, die wijzen eventjes terug naar de grote wereld daar rond, waarin dat kleine wereldje zich afspeelt van die jonge knaap, die dan eigenlijk een beetje als symbool is een groot woord, maar als prototype is voor dat soort verschijnsel in de maatschappij. En Hugo Claus heeft het ook zo bedoeld. Ik kan geen verhaaltjes verzinnen. Dat is mijn talent niet. Er zijn mensen die dat uit hun mouw schudden. Nee, ik kan dat niet. Maar ik kan wel bestaande gegevens, bestaande verhalen, naar een filmtaal overzetten. Dat kan ik wel goed. Dat denk ik dat. En dat is althans niet evident, maar ik had mijn systeem ervoor. Het ging erover om de essentie uit te halen. Ik heb het altijd vergeleken met een soort, een beetje luguber, maar een terug te komen van het lichaam naar het skelet en daar een ander lichaam op te zetten. He? Dus met andere woorden, het verhaal ontdoen van alles wat literatuur is, maar de essentie behouden en dan terug opvullen met cinema. Zo heb ik het geprobeerd te doen. En, vandaar dat men heeft gezegd, ja, jij verfilmt altijd maar boeken. Hoewel dat ik niet de enige ben in de wereld. Hè. Heel de Amerikaanse literatuur is verfilmd en de Franse ook. Dus, maar men heeft dat altijd, men heeft me dat verweten ook. Joh. Oh, altijd literatuurverfilmingen, Vlaamse literatuur dan nog, en waarom niet? We hebben zo prachtige verhalen. We zijn altijd vertellers geweest. Dus als die er zijn, en je zei het zelf niet, je wilt film maken, ligt het voor de hand dat je die vertellingen te baat neemt om een film te maken. Hè. Oh, kijk, ik was toen in die periode, had ik de behoefte, het was een aantal jaren na de Meeuwensterven in de haven. En toen was ik dus, vanaf dan was er natuurlijk niet direct mogelijkheid om opnieuw een lange film te maken. En een mens moet leven en ik leefde toen veel van opdrachten en werk op televisie. Maar ik wou zelf ook nog eens een korte film maken om niet tot in de eeuwigheid te moeten wachten om opnieuw aan fictie te kunnen doen. En dan heb ik gezocht, gelezen, veel zaken gelezen. En uiteraard, Claus was toen trendy. Hè? En het komt uit een bundel, De Zwarte Keizer, met allemaal korte verhalen van hem. En uiteraard, ik wist dat ik geen lange film kon maken op dat moment trouwens. Het was heel moeilijk om uiteindelijk ertoe te komen om het te maken. Maar het moest dan uiteraard geen grootscheepse zaak zijn. Dus liefst een korte film, die dan toch nog een half uur is geworden. Hè. En dat thema beviel mij enorm. Dat luitenantschap, die extase die mensen hebben voor soms voor andere mensen. Met alle gevaren van dien en met alle vreugdes van dien ook. Dat kan ook. En hier is het dus, in het korte verhaal, is het dus eigenlijk, blijft het op het einde bij een soort nostalgie, een soort melancholie die knaap, want zijn held gaat weg, de wereld in, en hij blijft dus alleen achter. En hij zal dus waarschijnlijk zich heel zijn leven lang dat luitenantschap herinneren.
Maar het was niet gemakkelijk om het gedaan te krijgen, want het is dus eigenlijk een productie van de televisie geweest. Die eigenlijk, ik heb daarvoor moeten vechten om dat te kunnen doen op dat moment. Dat lag niet zo in de gang van zaken dat men dat deed, maar dat er geen goed oog in vanuit de directies. Hè. Dat er geen oog in. Wat dan die zaak heel een andere wending gaf, was dat ik dus daar een serieuze prijs heb gekregen in het festival van Oberhausen, het kortfilmfestival van Oberhausen. En dat was natuurlijk meteen een gelukkig iets. Hè. De verdediging van het feit dat we het gedaan hadden. En dan ook een beetje om het wantrouwen een beetje weg te nemen. Want er is altijd wantrouwen vanwege opdrachtgevers en pers. Maar de draaitijd zelf was, wacht, dan moet ik eens even snel denken. 2 weken denk ik, ja. Wat vrij veel is voor een korte film. Als je bedenkt dat we onze speelfilms maakten op 35 dagen in die tijd. Dus, maar ja, het was ook een half uur. Hè? Dus, maar de constructie van de productie was zo opgebouwd dat we dus zoveel mogelijk konden doen op de meest korte tijd. Maar dat waren wel moeilijke dingen. Omdat met de jonge knapen werken is niet zo voor de hand liggen. Dat is heel moeilijk. Hè? Omdat zij soms geen initiatief nemen, soms te veel initiatief. En het was wel een moeilijke tijd, een moeilijke draaitijd. Maar het speelde zich allemaal af in Gent en de locaties waren vrij gecentraliseerd rond bepaalde plaatsen in Gent. Dus, hè. En dan moesten ook, de casting was moeilijk, hè. Niet zozeer de figuratie, maar die twee jongens. Zowel de kapitein, zal ik zeggen, als de luitenant, dat was niet zo evident om te vinden. Er werd testen mee gedaan en zo. En dan de kleine, de echte luitenant, de Johan Tant. Het is moeilijk om richtlijnen te geven in een bepaalde geest. Ze kon niet heel de filosofie die erachter stak, kon ik natuurlijk niet uitleggen, maar daar hadden ze niks aan. Dus ik moest ook mede door te kiezen van welke type ze hadden. De brave, de stille, de brutale enzovoort. Die moesten dat reeds in zich hebben. En dat moest dan geëxploiteerd worden gewoon. Hè. Je moest gewoon ze nemen voor wat ze zelf reeds waren. Kon niet varen, speelt dat is het, en dan valt je verkeerd uit. Het was moeilijk. Ik heb pas nadien begrepen dat ik eigenlijk mijn keuze, dat ik het mezelf heel moeilijk had gemaakt. Het is natuurlijk gemakkelijker om met acteurs te werken die ervaring hebben. Hè. Die er dan toen ook niet dik liepen, hè. In 1963. Filmacteurs bij ons, dat bestond niet. Hè. Wij waren zeer verwant in het soort films die we graag hadden dan. Dat is het betrekpunt. Hè. Je moet een zekere verwantschap hebben. Hè. Bovendien verstonden wij elkaar zeer goed met een half woord. Hij wist direct wat ik wou en hoe dat ik het wou hebben. En hij kon dat ook onmiddellijk invullen, omdat hij het ook zo aanvoelde. We voelden het op dezelfde manier aan. En dat was natuurlijk, dat is essentieel. Hè? De verbinding met de cameraman is zeer belangrijk. En ik heb dan later, heb ik natuurlijk, toen Herman gestorven is, heb ik uiteraard andere mensen moeten zoeken. Daar ben ik dan ook wel in gelukt. Maar Herman Wuits was een speciaal geval. Het was niet alleen mijn cameraman, maar ook een vriend. En dat maakt veel uit. Vandaar dat die films een bepaalde stijl hebben die ons eigen was, laat ons zeggen. Een film moet in hoofdzaak verteld worden door de montage, maar in tweede instantie door de camerabeweging. Want de manier van vertellen is camerawerk. En montagewerk. Vandaar, men heeft
Men heeft daar soms over gezegd dat er veel te veel bewegingen was, maar enfin, ik heb niet dat gevoel. Camerabeweging, omdat je daar straks over vroeg, camerabeweging is de essentiële manier om een film sierlijk te maken, vind ik. En dat is nodig. Enfin, hangt van het gegeven af natuurlijk, hè. Maar iets moois maken is nooit niet slecht. Ook al heb je vreselijke dingen te vertellen. Ik heb dat ook doorgaans een beetje als stijlfiguur, zou ik zeggen, in mijn films weergegeven. Dat is de meest vreselijke dingen kunnen gebeuren in een optimaal schoonheidsformule. In een optimaal schoonheidsbeeld. En dat geeft natuurlijk, ik vind dat dat geeft enorm. Want een moord laten gebeuren in de modder is gemakkelijker dan een moord laten gebeuren in een prachtig decor. Maar het is wel doeltreffender. Ik heb het nooit echt gehad voor handcamera, tenzij het niet anders kan. Maar gelijk me dat tegenwoordig, dus bijna een hele film maakt met een camera uit de hand, zodanig dat men bijna achter het verhaal en achter de personages moet aanlopen voortdurend, daar waar het eigenlijk omgekeerd moet zijn. De personages en de camera moeten tegenover elkaar uitgespeeld worden. Hè? Maar als je dus zegt, doe maar wat en ik zal wel zien met de camera, dat is misschien een goede cinema. En nogthans, dat ziet je veel tegenwoordig. Ik moet zeggen, ik heb hem hier lang niet meer gezien. Ik heb hem lang niet meer gezien. Ik denk dat het goed was. Buiten een aantal opdrachtfilms die ik heb moeten maken en zo. Maar de dingen die ik zelf koos, of de opdrachten die mij bevielen, ben nooit ongelukkig geweest. Over een film die ik gemaakt heb, nooit. Ik heb daar al eens een interview gezegd, 20 jaar geleden al. Ik heb nergens spijt van. Nee. Ik vind, het is gegaan zoals het kon gaan. En zoals het kon gaan, heb ik er het beste uit van gemaakt. Maar dat gezegd zijnde was het op dat moment toch vrij origineel en vrij fris van die atmosfeer weer te geven. En dat was een beetje een verrassing ook voor de toeschouwer, denk ik. Een beetje onwettig in het begin en dan niet goed weten waar gaat het nu eigenlijk naartoe. Wat is het idee die erachter zit? En ik denk dat dat aangeslagen heeft. Maar het eindresultaat bevalt mij. Ik ben een tevreden regisseur geweest. Van mij, niet dat dat altijd geapprecieerd werd, maar zo wordt het.